hele goede morgen en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. We zijn met de boer on tour en met mama on tour. En met mijn half wedstrijd, half normaal leven outfit. Want ik ga vandaag voor het eerst een echte crosswedstrijd doen. Gaat lekker zo. Goed bezig, Tess. Goed. Ik vind het heel spannend. Ik heb er ook wel heel veel zin in. En Suus is daar ook. Dus we gaan ook even gezellig naar Suus. En ik weet niet of ik het parcours mag lopen. Ik denk het wel. Want er stond, je mag parcours lopen vanaf vrijdag. En zaterdag. Dus ik weet niet hoe dat dan zit met normaal parcours lopen. Zondag stond er niet bij. Nee, maar je mag altijd parcours lopen bij de cross. Nou ja. Alleen uitkijken voor de crosspaarden. En met spring moeten we even kijken. Dus dat gaan we allemaal even vragen. We gaan langs Suus. Dus daar heb ik allemaal hartstikke veel zin in. Oh, en het vraagt natuurlijk ook nog. Oh ja, dat ook nog. Heb jij er zin in, mama? Of heb jij alweer hartkloppingen? Nee, want vandaag is het BB, dus daar mag je niet over. En het is een officiële wedstrijd, dus je kan ook niet over. Als je dat dan doet, word je uitgebeld. Oh ja, dus ik ineens denk, yo, ik neem een zet in de NS mee. Dan heb ik uitgebeld. Dus Suus staat ook bij Friedland. We hebben ons net aangemeld. Dat staat lekker naast elkaar. Dus we hebben hier het ensemble. Suus is even bezig. Maar je hebt hier heel veel verschillende dingen. Ik heb gehoord dat je in ieder geval lange mouwen aan moet. Waarom? Omdat je anders je heel erg kan verwonden als je zelf valt. Want er was ook een vrouw en die zei, nou ja, die heeft er nog steeds littekens van. Dus dat willen we niet. Ik heb zelf deze kleur die ik nu aan. Hij is wel een beetje verwassen. Maar ik heb deze echt al heel lang. Geel had ik. Nee, die heb ik nog steeds. In deze kleur heb ik mijn dingetje. Rugnummer. Er zijn hier zoveel verschillende kleuren, maar ik vind deze eigenlijk wel heel mooi. Pak eerst het shirt voordat iemand anders hem pakt. Maar deze is precies in mijn maat. Dus ik vond eigenlijk wel dat dit zo. En dat precies een blond in haar maat, dat dit al zo leuk bij elkaar past. Hè, mama? Woehoe! We gaan cross lopen. Parcours hebben we net gezien, een paar keer, dus ik denk dat hij weet. En hopelijk verandert hij niet. Dus zowel dan heb ik een probleempje, maar dat maakt niet uit. We gaan nu eerst even kijken hoe ik hier moet gaan rijden. Daar begint al leuk met bloemetjes. Waar ga je naar kijken? We gaan lopen beoordelen. Dus je mag hem even op en neer draven op het paadje. En dan gaan we kijken of het allemaal symmetrisch en correct is voordat ze de cross in gaat. Nou, we zien nou van ons af en naar ons toe. Ziet er keurig netjes uit. Hartstikke goed. En heel veel succes zo. Dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Nou, veel plezier. Geniet ervan. No stress. Ik ben nu anders van. Oeh, ja. 4, 3, 2, 1, go en succes! Kom, dankjewel! Kom maar, kom maar! Combinatie 166. Je kan ook meteen. Waar ging je heen? Oké, top. Maak je het niet. Kom maar, kom maar! Goed zo! Kom maar, meisje! Nee, we gaan dit niet doen, we gaan dit niet doen! Goed zo! Goed zo, meisje, kom. Nee. 165. Kom maar, meisje, kom. Kom. Goed zo. Goed over. Ja. Je bent heel raar, kom maar. Goed zo, meisje. Kom maar. Goed zo. Goed zo, kom maar. Hé, kom maar. Nee, hier gaan we niet weg. Niet weg. En dan overheen. Goed zo. Pas op, goed zo. Kom, kom.
kom maar, kom maar. Goed zo, meisje. Hey, kom maar. Hey, kom maar. Hey, kom maar. Kom maar, kom maar. Goed zo. Hey, kom maar. Kom maar. Kom maar. Goed zo, goed zo. Goed zo, goed. Goed zo. Heel braaf, kom. Oh. Hey, goed zo, kom maar. Hey, kom maar. Nee. Goed zo, meisje. Kom. Deze gaan we doen in één keer. Goed zo, kom maar. Hey, kom maar. En hier gaan we brengen. En hier gaan we brengen. Maar over. Heen, goed zo. Dit is een smal paadje, goed zo. Nee, dat maakt niet uit. Kom. Kom maar. Kom, kom. Kom maar, goed zo meisje. Kom maar. Nee, kom. Kom, kom, kom. Kom, goed zo. 65, goed over 13. Kom. Mag hier ook langs? Ja hoor. Wacht, wacht, wacht. 168 naar 1 lijn. Nee, ga je overheen. Dat is heel makkelijk. Goed zo. Oké, nu moeten we daarin. Snap je dat? Oké, je moet oppassen voor de steentjes. Heel goed. Dit is een kutpad. Ik weet het, ik weet het. Hé, kom maar. Hé, kom maar. Niet weg. Kom maar, kom maar. Goed zo. Nee. Oh, maakt niet uit, meisje. Maakt niet uit. Kom maar, kom maar. Goed zo, meisje. Hey, kom maar, hier kan je ook overheen. Kom maar, kom maar, kom maar. Nee. Goed zo. Hier ga je erheen. Goed zo. Heel goed gedaan. Goed over 16, 17, 18 en door de finish. En oh my god. Goed gedaan, meisje. Goed gedaan, hè? Ja. Nee, moet jij naar de dierenarts met je pony? Ik denk het ook. Mijn god, zeg. Body protector is uit. Wil je mijn rug eens voelen? Nee, ik geloof het zo wel. Het is gewoon zeknat. Hoe ging het? Smoksels. Ja, alles. Zwanes. Nou. Ik ben kapot. Ik heb een hartslag van rond 150, 210 gehad. Maar ze heeft het zo goed gedaan. Blondie heeft betere conditie dan ik. Ik hield het niet vol. Blondie had een hele mooie hartslag. Ik niet. Ze had 84, toch? 84, ja. En je mag 100 hebben. Ja, en nou, 100 is te hoog. Ja, maar goed. Direct naar de crossen 84 betekent goede conditie. Dat betekent een hele goede conditie. En ik heb volgens mij in totaal 3 weigingen gehad. 1 keer bij 1, 1 keer bij... 2 en bij de waterbak. Nee, bij 3. Oh ja, bij 1, bij 3 en bij de waterbak. Dus dat viel echt heel erg mee. Ah. Ja, ik ben super trots op wat we hebben neergezet vandaag. Gisteren heeft Blondie natuurlijk de cross gelopen. Dus vandaag gaat ze even aqua trainen ter herstel. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Het was een hele ervaring. We hebben hier van alles meegemaakt. Dus ik vind het allemaal wel weer prima.
zoals jullie net al hebben kunnen zien, was ik aan het terugrijden. En het giet. Alles stond onder water. Snelweg stond onder water. Het water kwam niet meer weg. Maar Blondie deed heel goed op de aquatrainer. En Marleen zei ook dat ze niet stijf was. Gewoon soepel was. Konden de hersteltraining heel makkelijk aan. Niet oververmoeid. Oogt ook niet moe. Dus dik compliment naar alle trainers en aquatrainers. En iedereen die zich bekommert om Blondie. Ze is heel goed uit de race gekomen. Dus dat is echt, of uit de cross gekomen. Dus dat is wel een compliment waard. En ja, dan komt iemand met iets voorbij waarvan ik denk, oké, gaat goed. Dus dat is gewoon super tof. Ik ga nu Blondie toch maar uitladen en even mijn regenjas pakken. Want het is een beetje nat. Kijk, ik zal het even snel laten zien. Nou, hier valt het dan wel weer mee. Oh, ik wacht hoor. Hier valt het mee, maar daar toch een stuk minder. Kunnen jullie dat zien? Water, 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 water. Oké. Alles binnen, Blondie binnen. Die moest door het water heen. Dat vond ze heel gek van een leuk plak zo het water in. En de trailer staat op zijn plek. Ik ben echt zeiknat, niet normaal meer. Maar dat geeft niet. Alles is gelukt. En mijn schoenen zijn doorweekt, want ik had gewoon gympies aan in plaats van stalschoenen. Maar ik ga naar huis. En dan komen we vanavond wel weer terug voor andere zaken.